In de adventstijd word ik altijd weer geraakt door het Bijbelverhaal van die bijzondere ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Twee vrouwen die tegen de verwachting in een kind verwachten. Verwachten tegen een achtergrond van bezetting, van onrecht, van onveiligheid. Niet direct een sfeer waarin je een kind ter wereld wil brengen. Maria zingt daarover, over hoe haar kind het verschil zal maken. En in haar lied waarin ze Elisabeth meeneemt, klinkt het verlangen en het vertrouwen dat er een andere wereld voorbij dit donkere wacht, waar recht en vrede zal zijn, waar je als mens gezien wordt, ertoe doet. Dat verlangen moet toch ook ons aanspreken, nu, vandaag. Op 2 december is het de dag voor de afschaffing van de slavernij. Een dag die op internationaal niveau onze aandacht vraagt voor moderne varianten daarvan. Onze ogen richt op daar waar in onze huidige samenleving mensen in onmenselijke situaties arbeid moeten verrichten. En waar macht en afhankelijkheid, gelijkheid en eerlijkheid in de weg staan. Hier bij het monument in het Oosterpark steek ik een adventskaars op voor de slaafgemaakten van toen. Zij zongen op de plantages, net als Maria en Elisabeth van hun verlangen en vertrouwen dat er die andere wereld wacht. We shall overcome. Dat we geïnspireerd worden door hun verwachten en uitreiken naar die ander, strijden voor recht en vrede. En dat we ervan zingen, in hoofd, hart en hartop, overal waar dat mag, zingend. Op weg naar een lichter bestaan. Wat missen we het zingen, hè? En daarom zijn we hartstikke blij dat deze twee jongens ons helpen met een kerstkoor waar jij aan mee kunt doen. Kijk op www.remonstranten.nl/kerst. Doe mee, het is hartstikke simpel. En hartstikke leuk. Happy New Year. Let's hope it's a good one. Without any fear.